De gemeente Nijmegen heeft Wilma van der Beek inderdaad een zwijgcontract laten tekenen. Een woordvoerder van de gemeente heeft dat donderdag bevestigd. Van der Beek verklaarde woensdagavond in het N1-programma Stem van de Stad dat ze absoluut niet mocht praten over de stappen die de gemeente zet tegen de overlast van de studenten die naast haar wonen. De woordvoerder praat desgevraagd over een ondertekend formulier met verzoek tot geheimhouding. De gemeente keurt de werkwijze nu af. Deze manier van werken vinden wij niet acceptabel. Na de onderzoek moet uitwijken hoe en waarom dit formulier er is gekomen. Op basis van dit nader onderzoek wordt bezien welke maatregelen moeten worden genomen. Zo luidt de uitleg van de woordvoerder. Op N1.nl is een interview met Van der Beek te horen. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website N1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.